De Nationale Assemblée staat vandaag stil bij haar 157-jarig bestaan. NPS-parlementariër Patricia Etnel zei dat een heleboel is gebeurd in de afgelopen 157 jaar. De volksvertegenwoordiging komt namelijk van kolonialisme naar onafhankelijkheid, van het statuut naar de grondwet, maar ook van de revolutie naar de wedergeboorte van de democratie. Daarom mag de samenleving blij zijn dat dit orgaan er is. In dat kader riep Etnel het parlement op om spoedig te praten over een nieuwe kiesregeling. Omdat dit voor ons nu een heel belangrijk punt is, want zonder een goede kiesregeling heb je ook geen goed parlement. Dus van hieruit ook een beroep dat we heel spoedig hierover kunnen praten, zodat wij richting 25 mei 2025 van iedere burger kunnen verwachten dat ze op waardige wijze hun stem kunnen uitbrengen naar weer een ander parlement en een nieuw volksvertegenwoordigend systeem, oftewel orgaan. Suriname, gefeliciteerd. Ook de andere fracties binnen de Nationale Assemblée hebben stilgestaan bij het 157-jarig bestaan van de volksvertegenwoordiging. DNA-voorzitter Marine Spee sprak over het parlement als deel van de democratie in het land. We mogen trots zijn. Ja, we zijn niet altijd eens met elkaar. Maar als je het niet hebt, heb je geen democratie. Ja, dus 157 jaar. Ja, dus... Dat is het en we gaan blijven werken aan versterken van deze democratische pijlen. De DNA-voorzitter wees erop dat op 8 mei 1866 de eerste zitting van de koloniale staten heeft plaatsgevonden. Deze datum wordt vastgehouden als geboortedag van de volksvertegenwoordiging.